Dante, ik mag hem eindelijk stellen, deze vraag. Wat gaat er nu door je heen? Waar gaat er nou mee? Nou, ik ben nu nog aan het laten zinken, denk ik. Ik ben nog niet echt tot besef gekomen dat ik de winnende voor PSV heb gemaakt. Die is waar ik heel lang van gedroomd heb en nu is het uiteindelijk werkelijkheid geworden. Dus het is alleen maar mooi. Neem ons even mee. Die goal, wat gebeurde? Hoe zag jij je kans schoon? Ja, nee, die bal valt daar in de kluts en ik zie Jort daar staan en ik dacht dat Jort wel het duel zou gaan winnen. Dat doet hij ook en die bal voor mijn linkerpoot en ik denk gewoon niet na en ik haal gewoon uit in de korte hoek en die zit. Had je verwacht dat je vandaag het vertrouwen zou krijgen van de trainer? Ja, dat is ook altijd afwachten. Je weet niet wat voor tactische wisselingen de trainer wat gaan doen. Hij koos uiteindelijk voor mij en dat heeft blijkbaar geresulteerd in een doelpunt. Het is jouw eerste. In hoeverre kenmerkt dit ook zeg maar, ja, jouw loopbaan bij PSV tot nu toe? Ja, nee, ik zit al heel lang bij PSV natuurlijk, van misschien al 11 jaar volgens mij. En nou uiteindelijk, ja, het is waar natuurlijk al heel lang van droomt om je doelpunt te maken bij PSV 1. En nou valt hij natuurlijk en ja, dat is iets wat ja, kan je niet beschrijven hoe mooi dat is. Je zegt het zelf al, ik stel die vraag niet van niets. Je zit natuurlijk al enige tijd bij PSV, je zit nu ook op een leeftijd dat je een beetje zeg maar, erin moet komen, hè, dat ze jou moeten gaan brengen. Heb je ook het gevoel dat jouw moment hier is nu? Ja, ik heb nu al een 2 wedstrijden ingevallen, dat geeft ook zeker vertrouwen. En ik hoop dat deze stijgende lijn gewoon alleen maar door kan zetten. En dat ik gewoon steeds meer minuten kan en mag maken. En daar ga ik gewoon hard voor werken en hopen dat het komt. Vind jij Wit-Rusland een mooie vakantiebestemming? Ja, voor sommige mensen misschien wel, maar ik ga liever naar een ander land als Wit-Rusland. Ja, goed, het is er een aardige temperatuur, maar jij gaat er natuurlijk heen voor het voetbal. Wat weet je van de tegenstander, Bate Borisov? Nou, op dit moment nog niet zo heel veel. Daar zullen we morgen wel beelden van krijgen en weten hoe we spelen. Ik weet het enige wat ik weet dat ze voor een ronde Karabach hebben uitgeschakeld, maar veel meer... Het is ook geen makkelijke ploeg. Ze zijn een goede hegemonie aan het bouwen daar in Wit-Rusland, zullen we maar zeggen. Ja, volgens mij hebben ze de voorbije jaren aardig vaak meegedaan aan de Champions League zelf. Dus ja, we moeten gewoon goed voorbereid naar daar gaan. En ja, met onze kwaliteiten moeten we gewoon van hun kunnen winnen.